Allee, dus het mysterie is opgelost. Oh, hij ligt er nog. Gelukkig, in mijn haast. Was ik hem verloren? Rikske, de rammelaar is de bot. Slim. Haha, schurk. Nu heb ik je. Verdorie, die beren zijn precies wel populair en ze hebben hun uithangbord zelf geschilderd. Maar ze zijn wel iets belangrijk vergeten. Sorry voor het misverstand, maar om het goed te maken heb ik gratis en voor niks theehuis op uw etalage geschilderd. Dat is heel lief, Bas. Dank je wel. Wil je misschien een kopje thee? Zo gewoon water lust ik niet echt. Heb je ook thee met zeewater? Water, dat is alles wat ik nog heb. De zaken gaan zo goed dat ik alweer door mijn voorraad zit. Een glaasje water dan. Drie waterkes, Polle, in een glas of een half literke. Voor Adelbert en mij mag dat in een glas. Ja, en dan nog 100 liter voor onze dochter. 100 liter! Als jij even op het café let, dan ga ik wat water halen. Geen probleem, Polla. Dan komen we straks wel even terug. Tot later. Om mij te pakken zult je vroeger moeten opstaan, Sissy. Tot later. Verdorie, hij is zo snel. Ik kan hem nooit stoppen. Hij gaat er vandoor als de gesmeerde bliksem. Zeg, buren, kunnen jullie wat broodjes smeren? Broodjes smeren? Ja, kunnen wij hier iets eten? Broodjes of wat anders? Nee, dat is hier een theehuis. Oeh, vreemd. Op de etalage staat nogthans eethuis. Mij krijg je niet te pakken, stukjes slang.